word door veel mensen gezien als een vrijheidsstrijder. Men vindt mij moedig, dapper, onbevreesd, krachtig en zegt dat ik lef heb. De reden dat ze dat zeggen is omdat ik een moeilijk pad heb moeten bewandelen, dat ik zelf heb moeten aanleggen en betegelen om er vervolgens op te lopen en ervoor te zorgen dat anderen erop kunnen lopen. Het pad dat ik uiteindelijk koos lag namelijk niet binnen de opties die mij aangereikt waren. En dit is wat mij bindt met alle andere vrijheidsstrijders over de hele wereld. Het is een soort gedeelde nationaliteit, een gedeelde ideologie, een gedeelde religie misschien wel. De religie van vrijheid. Want alle vrijheidsstrijders, waar dan ook ter wereld, zijn zo onvermoeibaar, zo verschrikkelijk gemotiveerd en zo fanatiek in hun zoektocht naar vrijheid en het afbreken van allerlei muren die hen omringen, dat je wel kunt spreken over een krachtige bezieling, zoals alleen religies dat hebben. Maar wat is vrijheid eigenlijk en wat zijn de begrenzingen daarvan? Is het bijvoorbeeld jouw vrijheid om een vaccin te weigeren en daarmee wellicht een gevaar te vormen voor anderen? Die discussie hebben we vaak moeten voeren de laatste jaren. Is het bijvoorbeeld jouw vrijheid om iemand monddood te willen maken omdat zijn of haar mening jou niet aanstaat, omdat je het ervaart als belediging of aanval? Mag jij bepalen wat er in jouw buurt of wijk gebeurt? Mag jij je buren dwingen om nooit te barbecuen? Is het oké om 5 Oekraïnse vluchtelingen in huis te nemen als bijvoorbeeld jouw buren daar niet op zitten te wachten? En is het jouw vrijheid om te protesteren tegen een nieuwe AZC in de wijk? Is het jouw vrijheid dat je kunt zeggen dat je in jouw wijk geen pedofiel wilt hebben terwijl hij zijn straf al uitgezeten heeft en weer terugkeert in de maatschappij? Of überhaupt nog nooit zich aan een kind vergrepen heeft, maar wel ervoor uitkomt dat hij pedofiele gedachten heeft? Is het jouw vrijheid om als pedofiel überhaupt een stichting te starten en daar je ideeën kwijt te kunnen? Zou je daar foto's en video's van kinderen mogen delen? En wat als dat deepfakes zijn? Nepfoto's, door computer geproduceerde naaktbeelden van niet bestaande kinderen. Heb je daar dan wel de vrijheid toe? Als jouw gemeente een windmolen in je achtertuin wil plaatsen, waardoor jij 's nachts niet kunt slapen en je huis in één klap minder waard is, omdat niemand daar wil wonen, lever je dan je individuele vrijheid in voor de collectieve vrijheid, omdat we dan minder afhankelijk zijn met z'n allen van bijvoorbeeld Russisch gas? Is het jouw vrijheid om dieren te doden en op te eten? En op welke manier moet dat dan gebeuren? Is er een verschil tussen verdoofd slachten en onverdoofd slachten? Er was ophef over de Amsterdamse kunstenares Tinkerbell, die haar levende huiskat wurgde en daar een handtas van maakte in naam van kunst. Heeft zij de vrijheid dat te doen? En zo niet, waarom mag de bio-industrie dan bijvoorbeeld wel bestaan? Is het jouw vrijheid om een einde aan iemands leven te maken als bijvoorbeeld een van je ouders dementerend is of een lage levenskwaliteit heeft? Is het jouw vrijheid om een einde aan je eigen leven te maken? Is het jouw vrijheid om het geslacht van je ongeboren baby te bepalen als er straks een technologie bestaat waarbij je dat geslacht kunt beïnvloeden? Terug naar mijzelf. Ik word door veel mensen gezien als een vrijheidsstrijder. Maar er bestaan ook mensen die zowel als terrorist gezien worden en als vrijheidsstrijder tegelijk. Wanneer en door wie zou ik zo gezien worden? IS-gangers met een Nederlands paspoort worden door sommigen gezien als vrijheidsstrijders. Hun kinderen zijn onschuldig. Wat als ze terug naar Nederland willen komen? Hoe veroordelen we hun ouders? En halen we de kinderen dan weg bij de ouders? Mogen ouders niet zelf weten hoe ze kinderen opvoeden? Mag Extinction Rebellion de snelweg blokkeren om aandacht te vragen voor klimaatverandering? Door sommige mensen worden klimaatactivisten gezien als terroristen, ook hier in Nederland. Er is een corona-ontkenner die mensen oproept om medewerkers van teststraten en vaccinlocaties te fotograferen als bewijs voor een eventuele aanklacht. Sommigen zien deze persoon als vrijheidsstrijder en anderen als terrorist. Dit zijn enkele voorbeelden van de laatste tijd die ik heb gehaald uit het nieuws, waar 2 soorten vrijheden met elkaar lijken te botsen. Zoals u hoort is het niet altijd eenvoudig. Ook over mijn ideeën zijn diverse meningen. Het oordeel is aan u. In een wereld volgens Franklin Roosevelt heeft ieder mens het recht zijn mening te uiten. Mag ieder mens een god aanbidden op de manier zoals hij wil? Moet ieder mens gevrijwaard blijven van angst en onderdrukking? En moet ieder mens gevrijwaard zijn van gebrek en honger. Maar bij al deze 4 vrijheden kan ik voorbeelden bedenken waarbij deze vrijheid niet absoluut is. Maar ik zal het dicht bij huis houden
en over mezelf hebben. Ik ben zelf in zekere zin een slachtoffer geweest van de vrijheid van godsdienst. Want deze vrijheid betekent ook dat ouders hun kinderen op een religieuze school of Koraninternaat kunnen zetten, op hele jonge leeftijd, en zodanig kunnen laten indoctrineren dat instrumenten voor een open vizier op de wereld en andersdenkende je bij voorbaat afgenomen worden. Terwijl je op westerse, reguliere scholen leert kritisch te zijn, vragen te stellen, autoriteit niet zomaar aan te nemen, maar juist aan de stoelpoten daarvan te zagen, door dingen zelf te bevragen en zelf te onderzoeken, met een sceptische en objectieve houding, leer je op de niet-westerse religieuze scholen dat je vooral niet moet twijfelen, geen vragen moet stellen, Gods gezag en regels klakkeloos zou moeten aannemen en vooral niet hoogmoedig moet zijn door te denken dat je het beter weet of kan. Je bent slechts een nummertje. Je voelt je geen individu met eigen unieke behoeftes en karaktereigenschappen. Je bent vaak slechts een verlengstuk van je familie, je natie, je geloofsgemeenschap. Je bent slechts een schakel en je hebt zoveel mogelijk een faciliterende rol om het systeem waar je je in bevindt in stand te houden en door te geven. Door bijvoorbeeld kinderen op die manier op te voeden. Zelfs als je iets niet kan begrijpen van het geloof of bespottelijk vindt of vervelend vindt of oneerlijk vindt, moet je aannemen dat jij als leek, als slaaf van God, niet het bevattingsvermogen hebt om zijn alwetende kennis te doorgronden. Zijn kennis reikt zo ver dat je je alleen maar moet onderwerpen. Je hoeft het helemaal niet te begrijpen. Geef je over en dan komt het goed, zeggen ze. En dan ga je naar het paradijs, terwijl alle andersdenkenden naar de eeuwige hel gaan, doordat ze dachten het beter te weten en de duivel achterna gingen door toe te geven aan wereldse begeertes. Doordat ze zich over hebben gegeven aan kwade verleidingen en dingen als genot en vrijheid. Als je al vanaf je zesde leeftijd hoort dat er een belangrijke hiërarchie is tussen mensen, bijvoorbeeld tussen gelovigen en ongelovigen, wij en zij, hetero en homo, man en vrouw, dochter en zoon, afvallige en gelovige. En dat er ook nog eens verschillen zitten tussen een vroom gelovige en een zondig gelovige, dan zul je vanzelf in die hokjes blijven denken, in ieder geval voor een deel van je leven, tot je er hopelijk een keer uitkomt, zelf, door dingen te bevragen en te onderzoeken. Maar feit is dat de meeste mensen voor een groot deel van hun leven vuistdiep zitten in de subcultuur waar ze in zijn opgevoed en in het narratief blijven dat ze al kennen. Uit hun jeugd en van hun familie. Uit een gevoel van loyaliteit. Maar er is ook angst, omdat het een grote sociale straf heeft als je daaruit stapt en ineens het tegenovergestelde gaat verkondigen. Vooral als vrouw en vooral als je dat in het openbaar doet en de vuile was van de gemeenschap buiten hangt. Dat zijn vaak waarheden die de gesloten gemeenschappen nog niet eens tegen zichzelf kunnen zeggen of tegen elkaar onderling. En dan staat er iemand op en vertelt het aan heel het land of heel de wereld, op tv en in de kranten. Niet iedereen heeft een krachtig anker om zoveel tegenslag, teleurstelling en een vermoeiende oorlog in het thuisfront met zijn of haar omgeving te trotseren. De gemeenschap neemt de vrijheidsstrijd van een individu uit haar eigen gelederen waar en schiet vervolgens collectief in een verdedigingshouding. Ze gaan zich met z'n allen tegen die ene persoon keren die durfde haar mond open te doen, die durfde het anders te doen dan iedereen. Ondanks dat ze geen medestanders had, zeker niet in het begin. Met z'n allen beginnen ze haar nog harder uit te joelen, nog harder verontwaardigd te zijn en nog erger beledigd te zijn. Ze maken de dissident uit voor nestbevuiler, aandachtzoeker, slet, duivel, verrader van het padje af. Iemand die haar familieleven zomaar op straat gooit. Iemand die haar bloedeigen ouders beledigt, of haar cultuur, of haar religie. Niet loyaal is aan de familie. De dissident trekt zich daar niks van aan en gaat door. Want zij weet waarvoor ze het doet. En de beschimpingen en de bakken bagger doen haar in feite niets. En gaan steeds makkelijker langs haar heen. Omdat ze maar één doel voor ogen heeft en met alle vastberadenheid in die richting beweegt. Ze weet immers waarvoor ze gekozen heeft. Ze weet dat vrijheid een hele hoge prijs kan hebben. Ze probeert keer op keer haar kant van het verhaal uit te leggen, mensen te overtuigen en voor zich te winnen. In ieder geval om begrepen te worden. Voor een deel lukt dat, maar voor een groot deel ook zeker niet. Niet iedereen staat immers open voor iets nieuws, argumenten of het perspectief van een ander.
De dissident legt zich neer bij de conclusie dat sommige dingen onveranderlijk zijn en dat de prijs van vrijheid groot is, dat je je vaak eenzaam kunt voelen. Zoals u ziet is vrijheid niet eenduidig of eendimensionaal. Vrijheid wordt te pas en te onpas in de mond genomen, terwijl de een zijn vrijheid, de ander zijn onvrijheid betekent. Heel veel van de voorbeelden die ik beschreef begonnen met de vraag, is het jouw vrijheid? En dat is waar het in al die vrijheden wringt. Jouw individuele vrijheid om te zeggen wat je denkt tegen andermans vrijheid om te leven in een omgeving zonder angst. Mijn individuele vrijheid om te leven zoals ik wil, met de overtuiging die ik zelf heb, tegenover de vrijheid die ouders ook hebben om hun kind op te voeden zoals zij willen. Maar ook mijn vrijheidsstrijd tegenover het oordeel dat iedereen erover mag hebben. Laten we voortaan alsjeblieft met z'n allen goed nadenken over vrijheid en de grenzen van vrijheid. Vooral ook om anderen hun vrijheid te beschermen. Mijn vrijheid eindigt waar die van u begint.